Fabia en i20 knallen B-segment in. Verstappen 15e Nederlander in de Formule 1. Wie is de nieuwe hot hatch koning? Dag en welkom bij een nieuw AutoWeek journaal. Er was afgelopen week groot nieuws in het B-segment. Zowel Skoda als Hyundai onthulden hun goed nieuwe compacte auto. Bij Skoda betekent dat een gloednieuwe Fabia en bij Hyundai een gloednieuwe Hyundai i20... Michiel, ik even kijk naar wat er nu op de markt is... heeft de i20 van Hyundai heeft het nooit zo goed gedaan. Dus bijvoorbeeld de i10 in het B-segment lukte het Hyundai nog niet. Maakt dat de Fabia ook veel belangrijker nu dan die nieuwe i20? Uh, nee, niet zozeer. Als je, als je kijkt naar de verkopen vorig jaar... dan zit er eigenlijk maar 100 auto's verschil tussen de Fabia en de i20. Oh, Dat valt mee, ja. Het enige is misschien die i20, dat is zo'n onopvallend doorsnee design. Hij valt gewoon niet op. Dus misschien heb je er 10 uh, gepasseerd onderweg, maar heb je ze gewoon niet gezien. Ja, stiekem deed hij het best goed eigenlijk. Stiekem deed hij het helemaal niet onaardig, maar dat neemt niet weg dat het, ja, het, het design was, was niet bepaald sprankelend. En als je dan kijkt naar die i10 die jij noemt, die auto die ziet er een stuk strakker uit, een stuk mm -hmm. zelfverzekerder. Uh, rijdt ook goed, is, zit van binnen goed in elkaar. Nou, hij wint bij ons uh, de multitest. Ja. Als de Hyundai iets van die i10 in die i20 heeft gestopt, dan uh, voorspel ik wel een, wel een goede toekomst voor die auto. Oké, okay, en hoe uh, zet je dat op van de Fabia? Dat is wel een beetje dezelfde klasse, allebei ja. veel value for money willen ze natuurlijk in dat ja. segment doen. Nou ja, dat zal een beetje moeten blijken. Die Fabia, dat is, dat is qua design meer een evolutie. Dat is nog steeds een, 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 een strak gesneden autootje. Prima, niks mis mee, maar echt opvallen doe je ook niet. Mm -hmm. en als je nu kijkt naar die i20, die nieuwe, die, ja, die ziet er gewoon een stuk beter uit. Uh, Heel, heel krachtig design. Komt natuurlijk ook op de persfoto's die je meegestuurd krijgt door de dikke wielen die erop zitten. Maar in ieder geval een design wat een behoorlijke vooruitgang is ten opzichte van wat we kennen van de I20. Dus ja, ja het, het zal er een beetje om gaan spannen wat de Nederlandse koper wil. En natuurlijk ook hoe het allemaal qua bijtelling zich zal ontwikkelen. Ja, dus jij denkt wel inderdaad dat Hyundai wil dat doorzetten, dat succes in het A-segment En dan proberen we weer een stapje hoger dat in het moment ook te gaan doen. Ja, dat, dat lijkt mij in ieder geval een, een gezonde doelstelling. En ik denk dat het ook zeker wel haalbaar is. En heb je al enige inzicht over termijnen? Wanneer kunnen we een auto uh, zien? Wanneer kunnen we een auto rijden? Uh, nou, we gaan in uh, oktober ongeveer rijden met, met beide auto's. Oh, en dan uh, einde jaar staan ze uh, gewoon hier in de showroom. Oké, okay, nou benieuwd naar de eerste vergelijkende testen. Michiel, dank voor je uitleg. Yep. En ineens gaat het allemaal heel hard. Vorige week pas werd bekend dat Max Verstappen deel ging nemen aan het junior team van Red Bull Racing. En gisteren was ineens de kogel definitief door de kerk. Volgend jaar rijdt Max Verstappen in de Formule 1, de jongste debutant ooit. En het is de vijftiende Nederlander ooit. Maar wie ging hem allemaal voor als Nederlander? Een overzicht. Het startte allemaal in 1952, meneer Jan Flinterman en Dries van der Lof allebei tegelijk één Formule 1 race deden op Zandvoort. Karel Godin de Beaufort deed dat langer. Hij reed 28 races en scoorde maar liefst 4 WK-punten tussen 1957 en 1964. In 1962 liet hij een tweede auto starten met aan boord Ben Pon Junior, die toen zijn enige Formule 1 race ooit reed, die overigens maar twee ronden duurde. Gijs van Lennep is natuurlijk een veel bekendere naam. Hoewel, misschien als Le Mans winnaar dan als Formule 1 coureur. Hij reed tussen 1971 en 1975 acht races. Dat is nog altijd meer dan Roelof Wunderink en Boy Haaien, die in de jaren 70 allebei niet verder kwamen dan drie races. Michel Blekenmolen ging zelfs maar één keer van start. Jan Lammers deed het dan een stuk beter met 23 starts, waarvan 21 in 1979 en 1980, maar opvallend genoeg ook nog twee races in 1992. Tot WK-punten leidde het echter nooit. En punten scoren lukte Huub er halverwege de jaren 80 ook niet, ook al ging hij 25 keer van start. En toen was daar Jos Verstappen, de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur ooit. Twee podiumplekken, 17 WK-punten en maar liefst 106 races gestart. Ook Christian Albers is punten te scoren, vier stuks in 46 races. Robert Dornbos bleef een elf keer starten zonder punten, net als Guido van der Garde die vooralsnog 19 maal van start ging. En nu volgt Max Verstappen als nummer 15. De koning is dood, leven de koning. De Clio 3 RS was jarenlang de onbetwiste leider in het segment der compacte hot hatches. Een fantastische auto die vooral scoorde met zijn hardcore sportiviteit. De Clio 4 RS wist die titel echter niet te handhaven, want daar was ineens de gloednieuwe Ford Fiesta ST, wat ons betreft een betere auto. Maar daar is nu ineens de nieuwe Mini Cooper S. Hoe doet die auto het tegen de nieuwe kampioen en de ontroonde kampioen? Een triotest in week nummer 34. En die week nummer 34 ligt vanaf woensdag 20 augustus in de winkels, met verder nog de volgende onderwerpen. Een ruimtetest tussen de Mercedes Citan en de Ford Tourneo Connect. Onze Citroën C4 Picasso duurtester maakt kennis met een Xara Picasso uit 2004. En een exclusieve rijtest in de Audi TT Offroad Concept. Dat was het AutoWeek journaal alweer voor nu. In de winkels vind je uiteraard nog steeds de gloednieuwe AutoWeek Classics. Hartstikke leuk voor op vakantie. En in Nederland blijft er voorlopig flut weer, dus als je erop uit kan, doe dat vooral. Tot snel. Dag.